Hallo dames en heren. Mijn naam is Gordon, zoals jullie kunnen zien. Ik ben hier vandaag om over mijn werk te vertellen. Mijn werk is beeldmaken. Dat doe ik voornamelijk als fotograaf. En de kern daarin is straatfotografie. Voor degenen die niet weten wat dat is, houdt eigenlijk in dat ik dagenlang over straat banjer met geen doel voor ogen en mooie momentjes van wildvreemde mensen probeer mee te pikken. Dus trouwens fotobewijs dat ik ook wel echt Gordon ben. Ik ben een autodidact fotograaf. Wat betekent dat ik mijn vak mezelf heb aangeleerd. Wat tevens ook alleen maar een blijk is dat ik een nogal eigenwijze puber was. Die dacht dat hij het allemaal zelf al beter wist. Gelukkig had ik gelijk en gaat het nu best lekker. Dit is een voorbeeld van mijn werk. Ik heb heel lang gedacht dat mijn werk verhalen vertelde aan de kijker. En ik ben er eigenlijk door de jaren heen achtergekomen dat dat helemaal niet per se het feit is. Ik suggereer een verhaal, maar dat vullen jullie als de kijker zijnde, vullen dat voor mij in wat ik heel interessant vind. Want het vertelt mij vaak meer over jullie dan dat het doet over dat moment waar ik zelf al bij ben geweest. Dat ben ik gaan doen naast mijn werk wat ik toentertijd had. Dat ging best lekker. Dus voordat ik het wist, werd ik opgepikt door het cameramerk Olympus om hun te vertegenwoordigen. Werd ik af en toe gebeld door hele mooie bladen waar ik dan in mocht. Kwamen er ook mogelijkheden voor exposities aan. Ik ging thuis echt zoveel soepeler. Maar daarmee heb ik op hele mooie plekken in de wereld mijn werk mogen laten zien. Vanaf in de gebergte in de Alpen met een hele grote wereldwijde tentoonstelling meegedaan. Horizonte Zingst, groot fotofestival in Duitsland. Daarnaast ben ik op een gegeven moment deze dame tegengekomen. Daar word ik elke ochtend heel gelukkig naast wakker. Maar naast dat is het ook mijn belangrijkste collega geworden. Sophia den Breemse, illustrator. En zijn wij steeds meer werk ook samen gaan maken. Omdat we er heel snel al achter kwamen dat we allebei hele sterke meningen hadden over elkaars werk. Maar elkaar net niet sneed. Dus toen dachten we, laten we dat dan maar gaan combineren op zoveel mogelijk verschillende manieren. Links zie je een fitnessbedrijf waar we een campagne voor gedaan hebben. Je ziet een ontwerp voor een bierflesje. Ik zag dat er een bierproducent in de zaal zit. Dus hoi, spreek ons even aan zo direct. We zijn samen ook exposities gaan doen. Dit was een expositie die ging over de lusten en lasten. Eigenlijk de zeven zonden, maar dan verbeeld als alle demonen van lust die wij om ons heen hebben hangen. En die ons drijven tot die slechte dingen. Daarnaast ging dat fotograferen zo lekker dat ik op een gegeven moment dacht, nou, dan ga ik ook maar video doen, want als het toch mee zit, dan gaan we dat ook maar proberen. Dat ging ook eigenlijk wel heel succesvol. Dus op dit punt in mijn leven ben ik echt super blij en gaat het echt heel goed. Dus dat is waarom ik zo blij hier dat ook met jullie wou komen delen. En dan gebeuren dit soort dingen. En dan ben je niet zo blij meer. Ik ben altijd een jongetje geweest die zegt, ah, maar dat kan ik morgen. Dat heb ik ook heel lang over mijn hele databasis met al mijn werk wat ik in de afgelopen 10 jaar geschoten heb. En zoals je ziet, tada, backup. Alsjeblieft, laat dit ook een les voor jou zijn, want dit is oprecht nog groter dan dat ik in eerste instantie door had. Een authentiek trauma geweest voor mij. Weer opnieuw gaan schieten, dacht ik in eerste instantie van, daar heb ik moeilijk veel zin in. Maar dat viel eigenlijk best tegen. Het werk kwam er net niet helemaal lekker uit. Niks vond ik goed genoeg. Niks was meer zo mooi als die plaat die ik kwijt was geraakt. En nu? Lekker in Photoshop een beetje dingetjes gaan proberen. Ik kwam wel al langer de neiging tegen om mijn handen weer eens vies te maken. Want dat was één ding wat ik heel erg miste met fotografie. Ik schoot de plaat, ik maakte de plaat af, maar dan gaat het naar de drukker en dan maakt hij het eigenlijk af voor me. In die tijd nadat dat gebeurd is, ben ik samen met mijn vriendin Sophia, die een competitie had gewonnen waarmee ze de tramtunnel in Den Haag mocht gaan beschilderen. Daar zijn we dat lekker samen gaan doen. In de tussentijd ben ik ook naar nieuwe uitingen van mijn eigen werk gaan kijken. En ik wou eigenlijk heel graag de slag weer vinden tussen
fotografie en illustratie en grafisch werk, waar ik ook altijd een grote voorliefde voor gehad heb. Dus inmiddels ben ik met dit werk bezig. Dit wordt eind van de maand in Den Haag tijdens Uit het Gareel geëxposeerd. Dit is een stencil. Dat, Oké. En wat ik ben gaan doen is, dit is A0 en alles wat zwart is ben ik eruit gaan snijden om daarna grof op een houten plaat mijn kleuren op te zetten, zodat het dat beeld wordt wat je als eerste zag. En tevens komt binnenkort de Sogo Show eraan. De Sogo Show is So van Sophia en Go van Gordon. Ja, we zijn echt heel creatief. Daarmee zijn wij van plan de hele wereld over te nemen. Vanaf januari 2019 pakken wij het vliegtuig en komen wij niet meer terug. In ieder geval tot 2020 niet. En is het doel om een jaar lang over de wereld heen te werken. Artist in residencies, grote murals te kunnen doen, exposities en klussen waar we ze maar kunnen vinden. Dus mocht je nog iemand weten, spreek me zo direct even aan. Nu zijn we op het punt dat wij een hotelkamer mogen gaan aanvallen in de Binkhorst in Den Haag. Daar hebben we deze prachtige vent voor gemaakt. Dit is het eerste werk wat wij vrij op die manier naar buiten brengen. En om eerlijk te zijn, ja, echt gigantisch. Ik heb een nieuwe slag in mijn eigen werk gevonden. Ik heb compleet het plezier weer teruggevonden. En alle dingen waar ik die ik miste als fotograaf zijnde, heb ik nu weer terug voor mijn gevoel. En knallen.